Lola. En dit is mijn vriendin Isa. Nou, hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Wij hebben vandaag een paar mededelingen, want we hebben best wel weinig geüpload. En dat komt omdat ze in de zomervakantie allemaal lekker op vakantie zijn geweest. En er wat minder tijd voor hadden. Lola is de afgelopen tijd een beetje ziek geweest. Wat had ze dan? Ze was benauwd. Plantjes gegeten waar ze allergisch van was. Oké, en hoe zag je dan dat ze benauwd was? Wat deed ze dan? Ja, ze deed heel erg. Wat met haar neus? Zo op en neer. Nou, als eerste is Pedro weg, Lola haar vriendje. Dat komt omdat de baasje van Pedro niet meer zoveel interesse had in paardrijden. Dus die is naar een heel leuk ander plekje toe gegaan. Wij gaan Pedro natuurlijk heel erg missen. En gelukkig heeft hij een nieuw leuk plekje gevonden met hele lieve kinderen. We hebben heel erg weinig gereden deze zomer, omdat Lola last had van benauwdheid. We hebben de dierenarts gebeld omdat we ons zorgen maakten. En Lola blijkt allergisch te zijn voor een bepaalde plant die in de wei groeit. Gelukkig voelt Lola zich nu een stuk beter en we zijn het rijden nu weer lekker aan het opbouwen. De allergie is niet de enige reden dat Lola niet meer in de wei mag. Door de suikers in het gras krijgt Lola heel erg veel jeuk. Dan gaat ze schuren en van het schuren krijgt ze kale plekken. We vinden het wel heel erg zielig dat Lola het weiland niet meer in mag, maar uiteindelijk is het toch beter voor Lola, want dan krijgt ze geen kale plekken meer en hoeft ze niet meer te schuren. Als de periode klaar is dat er zoveel suikers in het gras zitten, gaan we proberen het weer op te bouwen, zodat Lola af en toe eventjes op het gras kan gaan staan. Maar veel van jullie hebben gevraagd of we een filmpje willen maken hoe we met Lola vrijheidsdressuur doen. Het heeft allemaal even stilgelegen, maar het gaat allemaal weer beginnen. En dan komen er zeker weer leuke video's online dat we met Lola vrijheidsdressuur gaan doen. We hebben 1000 abonnees gekregen. Dank jullie wel. We zijn er heel erg blij mee. Ondanks dat we de laatste tijd niet zoveel van ons hebben laten horen, zijn we er echt mega blij mee. En ik wil jullie ook echt bedanken voor al jullie lieve reacties. Jij hebt nog vast gezien dat ik nog niet kan schrijven. Omdat ik nog niet kan schrijven, stuur ik al die poppetjes naar jullie. Haal onze kanaal uiteraard in de gaten. En waarom moeten ze ons kanaal in de gaten houden? Er komt een winactie. Omdat er een winactie komt. Ja, yeah. En waarom? Omdat we 1000 abonnees hebben. Ja, 1000 abonnees! Doei! Even doei, Lola.